Dit weekend zijn de Open Monumentendagen. In Amstelveen doen we daar ook weer aan mee. Alleen niet gebruikelijk met rondleidingen buiten, maar met een filmpje. We laten jullie een aantal locaties zien op een historische route die de Stichting Museum Zonder Muren voor ons gaat maken. We gaan door het Oude Dorp en het Keizer Karelpark heen. En zoals gezegd, Stichting Museum Zonder Muren samen met de Vereniging Historisch Amstelveen gaat hier de rondleiding verzorgen voor jullie. Ik neem u mee op een wandeling door het Oude Dorp en Keizer Karelpark. Dat is het tweede onderdeel van het project Historische Routes Amstelveen. Het eerste project, de eerste route door Elsrijk en Randwijk, is bijna gerealiseerd en zal in oktober worden geplaatst. Fysieke panelen die u in de straat zult tegenkomen. Hier op deze plek staan we voor Villa Cornelia. Boven de deur zien we ook het stadswapen van Nieuwe Amstel afgebeeld. Nieuwe Amstel was vroeger veel groter dan wat het nu is. Het reikte tot aan de stadswallen van Amsterdam. In 1896 is een heel groot deel van Nieuwe Amstel geannexeerd, waarbij de gemeente Amstelveen ook een groot deel van haar bewoners kwijtraakte. Als een compensatie naar de gemeente is voor de burgemeester hier de burgemeester de ambtswoning neergezet. De ambtswoning is vernoemd naar Cornelia, de tweede vrouw van de burgemeester. Cornelia de Zoete is later ook nog directeur geworden van het tehuis Vredeveld, wat hier aan de overkant heeft gestaan. Als we nu kijken naar Amstelveen is er heel veel gaande. Er wordt van alles afgebroken en vernieuwd vanwege de verbreding van de A9. En binnenkort zal het allemaal heel anders uitzien. Ik neem u mee naar de volgende locatie, het dorpsplein met de dorpskerk. Hier staan we nu op wat het oudste stukje is van wat toen Amsterveen heette. Net zoals Amsterdam, Amstelredamme heette. En de kerk die stond ongeveer op deze plaats. Het was een houten kerk. En die brandde af en die brandde weer eens af. En die ging stuk. En pas in 1926 is de kerk zoals die er nu staat, is hier gekomen. Met zijn zijbeuken en de pastorie. En hier om dit pleintje heen, daar speelde het leven zich af. Daar was het schoutshuis, waar dus recht gesproken werd. En voor de rest waren het allemaal winkeltjes van een slager en een kruidenier, zoals daar de weduwe kapitein. Hier op de hoek was een boekwinkeltje en daarna was de wolwinkel. Kijk, en nu staan we hier bij de twee oudste huizen van Amstelveen. Eentje is uit 1799 en één uit 1800. Op het ogenblik zijn ze in gebruik bij Museum Jan, dit hele stuk trouwens. En hier tegenover zie je dus de zijbeuken van de kerk met daarachter de pastorie die tegelijkertijd gebouwd is in 1926. Eigenlijk een heel mooi gebouw. En hier tussen, daar is de oudste school van Amstelveen en dat was school 1, want de openbare scholen die werden genoemd met nummers. En die school die had 3 lokalen en die is in gebruik geweest tot ongeveer 1950 en daarna werd het muziekschool en daar heb ik heel veel viool gespeeld. En daarna, toen werd de muziekschool, werd dit ook weer te klein en nu zijn het ateliers en die kunnen bezichtigd worden op de atelierroute. We staan hier voor het tweede gemeentehuis van Nieuwer-Amstel. Het eerste was gebouwd in 1892 en ligt aan de Amsteldijk in Amsterdam. Een prachtig neoclassicistisch gebouw. Maar Amsterdam wilde een stuk land hebben van Nieuwer-Amstel. Het groeide uit zijn voegen. En zo kwam dit eerste gemeentehuis in Amsterdam te liggen. Amstelveen of Nieuwer-Amstel had niks meer. En zij moesten toen vergaderen. En dat deden ze een tijd hier verderop in de straat, boven de bovenverdieping van Café Het Dorstige Hert. En ondertussen werd het gemeentehuis wat hierachter staat, werd gebouwd. En in 1896 was dat klaar. En je kan zien, daar staat het wapen van Nieuwer-Amstel op. De 3 Andreaskruisen met 1 kruis eronder. Dit stadhuis heeft een tegel erop. En dat is een tegel die geschonken is door de mensen uit Loon op Zand. Die hadden het na de Tweede Wereld nog veel slechter dan ze het hier hadden. En Amstelveen hielp die mensen in Loon op Zand. En als tegenprestatie schonken zij deze tegel. Dit stadhuis lijkt dus van 1896, maar dat is het niet. Het was in slechte staat, het is afgebroken en precies opnieuw weer opgebouwd in 1980. En daarna
was het toch nog te klein, ondanks wat uitbreidingen, en kwam er een nieuw gemeentehuis. En dat ziet u daar, dat is het prachtige gemeentehuis wat aan de Poel ligt. En nu is het niet meer het gemeentehuis van Nieuwer-Amstel, maar is het raadhuis geworden van Amstelveen, met de naamwijzing van Nieuwer-Amstel naar Amstelveen. We staan hier bij de Oude Kerkelaan en we maken de oversteek van het oude dorp naar Keizer Karel Park. En dat is ook wat we doen in de routes. Ik wil u als bewoner van Amstelveen meenemen om uw eigen wijk te ontdekken, maar ook de wijken die daar omheen liggen. En zo gaat het met alle routes door heel Amstelveen, proberen we meerdere wijken met elkaar te verbinden. Deze overgang van het oude dorp naar Keizer Karel Park is een hele mooie, want je ziet hoe het dorp groeit naar een stad. De oorsprong daarvan ligt bij het station, daar verderop. Gebouwd in 1915, waardoor Amstelveen verbonden was met Amsterdam. Mensen konden makkelijk heen en weer reizen en zo is de Forensenstad geboren. Hier vlakbij heeft men het Keizer Karelpark gebouwd en dit stukje staat bekend als de Witte Stad. En zoals u kunt zien is er niets wits aan. Het zijn roodbakstenen gebouwen, typisch jaren 30. De naam Witte Stad is te danken aan de aannemer die het project gebouwd heeft. Hij heeft het overgenomen van een failliete voorganger en uit dankbaarheid dat hij het project goed heeft afgerond, is de naam Witte Stad aan dit stadsdeel blijven hangen. We staan hier bij een volgende locatie op de route door Keizer Karel Park, bij de Paaskerk, bij het Augustinuspark. De Paaskerk is gebouwd in de jaren 50 en wat we heel mooi kunnen zien als we een wandeling maken door het Keizer Karel Park is de hele architectonische ontwikkeling van de jaren 50, jaren 70, jaren 80, de flatgebouwen die hier omheen gekomen zijn. En vandaag de dag is er heel veel bouwontwikkeling. Er wordt wat gesloopt, maar er komt heel veel nieuwbouw bij. Dus kom zeker kijken om te zien hoe de stad in ontwikkeling is. Ik wil u bedanken voor het kijken naar deze rondleiding. Ik heb u een indruk willen geven van de bijzondere plekken in Amstelveen. Deze route laat u zien hoe Amstelveen van klein dorp is uitgegroeid tot een grote stad. Als u meer wilt weten, kunt u kijken op de website museumzondermuren.com. Ik bedank u voor het kijken en ik zie u graag bij een volgende wandeling.